In de zomer van 1918 bevonden de strijdende partijen uit de Eerste Wereldoorlog zich in de laatste maanden van de gewapende strijd. De meeste Duitsers, militairen en bevolking waren ervan overtuigd dat de oorlog nog gewonnen kon worden. Dit kwam met name door de Duitse propaganda en vanwege het feit dat er in het westen nog geen schot op Duits grondgebied was gelost. De frontlinies lagen nog steeds in Noord-Frankrijk en België. Door de vrede van Brest-Litovsk tussen Rusland en uh, de centrale machten van 3 maart 1918 kwamen er troepen vrij aan het Oostfront. Een deel van deze troepen, van deze Duitse troepen, werden verplaatst naar het Westfront om aan het eind van de lente en het begin van de zomer van 1918 een laatste Duits offensief te starten. Het bleek een wanhoopsoffensief. De centrale mogendheden, de bondgenoten van Duitsland waren oorlogsmoe en uitgeput. Bulgarije en het Turkse Rijk of Ottomaanse Rijk hadden in september 1918 om een wapenstilstand gevraagd met de geallieerden. En ook het leger van Oostenrijk-Hongarije was aan het einde van haar krachten. Op deze dia zien we enkele van de belangrijkste gebeurtenissen van het einde van de oorlog. Op 18 juli 1918 start het laatste Duitse offensief. Het 100 dagen offensief. Toen dit offensief vastliep, namen de geallieerden, nu gesteund door een grote Amerikaanse troepenmacht, het initiatief over en gingen zij in de aanval. Op 29 september 1918 breken de geallieerden door de Hindenburglinie, een belangrijke Duitse verdedigingslinie in noordwest-Frankrijk. Hindenburg en Ludendorff, de twee belangrijkste Duitse legerleiders uit de Eerste Wereldoorlog, zie je samen staan op het plaatje rechts op de dia. Ludendorff, de band met de jas dicht, neemt op 26 oktober 1918 ontslag. Hindenburg, met de jas open, blijft. Eind oktober breken, de opstand, breken er opstanden uit in de twee grootste steden van Oostenrijk-Hongarije, Wenen en Boedapest. Hetgeen wat ook een einde maakt aan de, deel, aan de deelname van dit land aan de Eerste Wereldoorlog. Ook in Duitsland gaat het daarna snel. Op 3 november vindt er een muiterij plaats onder Duitse soldaten in Kiel. Een week later, een kleine week later, treedt de Duitse keizer Wilhelm II, te zien links op de dia, af en wordt Duitsland een republiek. De Duitse keizer vlucht naar Nederland. Twee dagen daarna, op 11 november 1918, wordt de wapenstilstand van Compiègne getekend. Op 11 november 1918 werd in het bos bij Compiègne de wapenstilstand gesloten tussen een geallieerde delegatie onder leiding van Maaschalk Vog, de man die je ziet op de dia, en een Duitse uh, delegatie onder leiding van de katholieke politicus Erzberger. Het Duitse leger zou zich achter de Rijn terugtrekken, de vloot zou aan Groot-Brittannië worden uitgeleverd. De wapenstilstand maakte formeel een einde aan de gewapende strijd tussen de geallieerden enerzijds en de centrale anderzijds. En onder op het kaartje zie je de handtekeningen van de aanwezige personen. Linksbovenin de handtekening van maaschalk rechts rechtsbovenin de handtekening van Edsberger. Op deze dia zien we twee krantenkoppen van Franse kranten op 12 november 1918. De ene krant kopt L'armistice et signé, vive la France. De wapenstilstand is getekend, lang leven Frankrijk. De andere kopt La guerre et Fini. De oorlog is voorbij. Een vrij bizar detail van dit verhaal, de wapenstilstand van Compiègne, is de tijd die zat tussen het tekenen van de wapenstilstand en het ingaan van deze wapenstilstand. De ondertekening vond plaats om 5 uur s'nachts en daar werd bepaald dat de wapenstilstand om 11 uur s ochtends inging. Na de ondertekening werden dus nog enkele uren gevochten en vielen er ook nog slachtoffers. Het laatste slachtoffer, voor zover bekend, sneuvelde om twee minuten voor elf. Zijn naam was George Lawrence Price. Links op de dia zie je zijn foto. De gewapende strijd hield op met de ondertekening van deze wapenstilstand, maar het echte einde van de Eerste Wereldoorlog kwam in 1919 met de ondertekening van het de Vrede van Versailles.